We zijn bezig met de jaarlijkse schouw. En dan controleren we of alle keringen in de eikeringen doen. Het zijn een tiental sluizen. Het zou kunnen dat er bijvoorbeeld een deur niet dicht gaat. We kunnen ook zien hoe de kwaliteit is. En dan kunnen we nog voor de winterseizoen weer reparaties uitvoeren. Waternet is eigenlijk verantwoordelijk voor alle waterkeringen, ook van de gemeente Amsterdam. En deze sluisdeuren die we nu sluiten, die vormen een onderdeel van het zogenaamde I-front. Dat zijn een aantal sluisdeuren op plaatsen waar je Amsterdam in kan varen. En ja, mocht het water op het I nu te hoog worden, doordat ze naar Muiden niet kunnen spuien, in geval van een noordwestenstorm of springtij, en er komt veel water van de rivier af, in verband met regen of smeltwater, dan zou in principe de binnenstad onder kunnen lopen. Tijdens een inspectie letten op ten eerste dat de deuren goed sluiten. Dus dat er geen grote kier tussen zit, tussen de naad van de twee deuren. Of dat de conditie van de deuren goed is, dat er geen hele rotte plekken in zitten. En verder of het metselwerk goed is en gewoon de algehele conditie. De meeste sluizen staan er gewoon staan er netjes bij. We hebben vorig jaar een enorme inhaalslag gemaakt door alle sluizen schoon te maken. Aan de hand van de schouwen bepalen we welke punten er kapot zijn en die kleine reparaties voeren we uit. We verwachten richting 2050 dat er gewoon vaker hoog water komt vanaf de Rijn en ook vanaf de Amstel. Als de zeesluizen bij IJmuiden het niet doen, ja, dan moeten de keringen werken.